Een hele goede avond en welkom bij deze live online alumni lezing. Voor ik het woord aan Johan geef voor zijn lezing over mogelijke toekomstige computers zonder energieverbruik, volgen eerst de gebruikelijke mededelingen. Je kunt tijdens deze lezing al je vragen stellen in de chat. Ik verzamel deze vragen en stel ze tijdens de vragenbreaks of aan het eind van de lezing aan Johan. Dus voel je vrij om een vraag te stellen zodra deze in je opkomt en we komen er vanzelf op terug. Nieuw bij deze lezing is dat we voor het eerst ook een aantal vragen aan jullie gaan stellen. En dit gaan we doen via Mentimeter. Alle informatie over hoe je daar komt en hoe dat werkt volg in de PowerPoint. En zal ik ook in de chat nog even noemen. Dan wil ik jullie nu heel veel plezier wensen en geef ik het woord graag aan jou, Johan. Dankjewel. Voor mij is het een bijzonder genoegen en een hele grote eer om hier iets te mogen vertellen voor jullie alumni. En in het dagelijks leven zal ik daar even kort mee beginnen, ben ik theoretisch natuurkundig. Ik ben universitair docent aan de Radboud Universiteit, dus mijn onderzoek gaat vooral over simuleren en begrijpen en theorievorming van ja, hoe werkt het nou eigenlijk? En dat gaat allemaal over magneten. En dat zullen jullie ook heel vaak terug zien komen vandaag, want het onderwerp dat is hoe ziet de computer van de toekomst er nou eigenlijk uit? En is het misschien mogelijk om die met veel minder en misschien wel helemaal geen energie te laten werken? Nou, om daar te komen dan, laten we eerst eens even beginnen met wat zijn eigenlijk computers? Nou ja, computers zijn eigenlijk overal. Hè? Heel vaak denken mensen bij een computer nog aan zo'n, wat ik zou bijna zeggen, ouderwetse desktop. Een laptop is misschien alweer modern. Nou, we hebben de smartphones en de smartwatches. Maar een van de dingen waar je niet zo bij stilstaat, is dat heel veel auto's tegenwoordig, en hier zie je een van de nieuwste elektrische auto's, dat die helemaal volgepakt zitten met computerchips. En dat is zelfs zo erg dat op dit moment de productie van dit type auto eigenlijk belemmerd is, omdat er een chipfabriek in brand is gevlogen, waardoor er ineens een tekort is aan computerchips. De prijs schiet omhoog, ja, en die auto's kunnen nog niet gemaakt worden. Maar computers komen we ook heel vaak eigenlijk ja, een beetje verdekt tegen. En zo kan het zijn dat er iemand een lockdown afkondigt en dat er allemaal bedrijven instappen die zeggen, nou, ja, wij kunnen best zorgen dat je kan blijven vergaderen, ook al is het niet live, of dat je boodschappen kan blijven doen met een druk op de knop, of dat je een lezing zorgt die via YouTube gestreamd wordt, of dat je denkt, ja, ik kan niet naar het restaurant, maar ik laat het lekker thuis bezorgen. En al die data van al die diensten, die staat ergens. En die staat in dit soort dingen. Hele grote voetbalvelden vol met rijen en rijen computers. Ja, en al die computers, die hebben natuurlijk energie nodig. En ja, is dat nou veel energie? Is dat nou weinig energie? Laat ik beginnen met één getal. En dat is dit getal, 40%. En 40% van voor zo'n gemiddeld datacenter, ik zeg niet dat ze allemaal zo verschrikkelijk veel energie gebruiken, maar 40% van die datacentra, van die energie van zo'n datacentrum gaat alleen maar op aan het koelen. Dus die computers verbruiken zo ongelooflijk veel energie en die ze gewoon dissiperen in warmte, dat je ze ontzettend veel moet koelen. En dat 40 trouwens is een grappig getal, want ik begreep bij de voorbereiding van deze lezing dat 40% van van het publiek vandaag, die ik helemaal niet kan zien, het is gewoon maar een scherm waarnaar ik zit te kijken, maar 40% van jullie moet jonger zijn dan 40, dus dat vind ik grappig dat dat nou hier terugkomt. Maar even terug naar het onderwerp, dus dat die datacentra zoveel energie kosten, dat weten de big tech, hè, dus de grote producenten of de grote bedrijven in vooral Amerika, die deze data en diensten aanbieden, die weten heel goed dat het zoveel energie kost. En hier zie je een voorbeeld van wat Facebook doet. Die heeft een van zijn allergrootste datacenters vlakbij de Poolcirkel neergezet in Zweden. En er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen voor. Je zou zeggen, waarom helemaal op de Poolcirkel? Daar woont toch niemand? Nou, dat is waar. Maar er loopt toevallig een fjord in de buurt met een flinke stroming. Dus ze kunnen heel duurzaam energie opwekken. Ja, en spreekwoordelijk, ja, een airco hebben ze niet nodig. Want ja, je kan gewoon spreekwoordelijk de deur openzetten. Dus ja, het lijkt toch een heel aantrekkelijk concept voor deze bedrijven. En ook Microsoft, die wilde niet achterblijven. Hè, dus die zeiden van, nou ja, dat is wel leuk, ja, bij die Poolcirkel, maar inderdaad, daar wonen wel heel weinig mensen. Dus connectiviteit is toch een issue. En zij realiseerden zich, nou, 50% van alle mensen die wij willen bedienen met onze diensten, die woont eigenlijk heel dicht bij een oceaan of bij een zee.
En als we nou gebruik maken van het feit dat de water dat toch een hele hoge warmtecapaciteit heeft, dan kunnen we heel gemakkelijk dat datacentrum gewoon op de zeebodem neerzetten. En dan kunnen we toch heel snel heel veel mensen bedienen. Maar je moet toch ook wel realistisch blijven. En dat snapt Microsoft ook wel. En misschien was dit maar gewoon een beetje propaganda van Microsoft. Want als het er echt op aankomt, dan hebben we gelukkig in Nederland ook nog hele kritische journalisten die het opvalt dat er worden hele grote windparken neergezet in Nederland. Dat gebeurt met subsidie, want dat vinden we belangrijk voor de energietransitie. En in Noord-Holland zijn er maar liefst 82 neergezet van die enorme windmolens die voldoende zijn voor maar liefst 370.000 huishoudens. Maar goed, die energie die gaat niet naar onze huishoudens, maar die gaat naar Microsoft, want die kwam tot de ontdekking dat ze daar ook heel goedkoop aan energie konden komen die ze nodig hebben voor hun data. Hoeveel energie is dat nou eigenlijk? Als we niet oppassen, en dit is een schatting van de energie van de halfgeleide industrie zelf. Uit 2015 waren er 3 prototype systemen, maar de bovenste, dat is eigenlijk het benchmark systeem waar ze nu mee werken. En je ziet, dat is joules per jaar op de verticale as. Dat is natuurlijk een enorm getal, daar kom ik zo nog op. Maar als we niks veranderen, dan lijkt het alsof we in 2040 helemaal niet meer genoeg energie kunnen produceren om al onze computers van energie te voorzien. Hoeveel is dat nou eigenlijk, dat 10 tot de 20? Kunnen we dat op een of andere manier concreter maken? Wat betekent dat nou? Laat ik een ander plaatje zien van Intel. Die waren er ook al heel bij tijds bewust van. In 1999, dat was nog voordat die zeepbel van de Internet House klapte. Toen hadden zij al een plaatje, een figuur die ze presenteerden. En dat gaat over hier de verticale as, dat is de vermogensdichtheid. Dus het aantal watts, in dit geval per vierkante centimeter. Want de chip is nou eenmaal typisch 1 vierkante centimeter groot. En hier op de horizontale as staat de karakteristieke afmeting. En in die tijd praten we nog over microprocessors. En dat had een simpele reden dat de kleinste spoortjes, dus waar de stroom doorheen loopt, die waren typisch zeg maar een micron groot, dus typisch de dikte van het menselijk haar. En dat was in de begintijd, dus eigenlijk toen echt die computers, die pc's, een massaproduct werden. Dan hadden we de 386's en de 486's. Toen was dat nog wel oké. Maar met de komst van de Pentium Pro zaten we al op, en daar gaan we nou het eerst mee vergelijken, op de energiedichtheid, de vermogensdichtheid, vergelijkbaar met een kookplaat. Dus met zo'n Pentium Pro processor was het eigenlijk heel efficiënt om een eitje te koken. Maar goed, Pentium Pro, dat was niet genoeg voor ons. Dus hier staat karakteristieke afmeting op die horizontale as. Dus dat betekent eigenlijk, we hebben de wet van Moore, dus die staat eigenlijk ook zo'n beetje het jaartal. En we wilden steeds kleiner en we moesten ook steeds sneller. Dus kwam de Pentium 2, de Pentium 3. En de volgende ordegrootte, als we naar 100 watt per vierkante centimeter gaan, dat is eigenlijk een kleine kernreactor. En je kan zeggen, we zijn nog steeds niet tevreden. Als je nog iets verder gaat, als je richting de 1000 watt per vierkante centimeter gaat, dan kun je naar de maan vliegen, of misschien naar Mars, of een onbekende missie naar een nieuw melkwegstelsel. Of je gaat naar de zon, dat is nog een factor 10 meer, dan zitten we op de energie of de vermogensdichtheid van het zonoppervlak. Hier staat de karakteristieke afmeting op de horizontale as. Dan kun je natuurlijk afvragen, waar zitten we dan nu? Dat is ongeveer hier. De allerbeste chips met de ASML EUV-machines, die kunnen lijntjes van maar 7 nanometer breed groeien. Dus dat suggereert dat als er niks was veranderd, dat we dan inderdaad met onze computers naar de maan konden vliegen. Dat is niet helemaal het geval, want de industrie had ook wel gesnapt dat dat toch wel heel veel energie was. Maar eigenlijk is die energiedichtheid, die vermogensdichtheid, is op het niveau gebleven van die 100 watt per vierkante centimeter. Dus dat is eigenlijk, als je je computer pakt, dan zit daar dus een chip in die een vermogensdichtheid heeft van 100 watt per vierkante centimeter. Nou komt de eerste vraag, dus dat is een beetje een experiment aan jullie, kijken om de interactie ook te bevorderen. Hoeveel smartphones zou je dan eigenlijk van energie kunnen voorzien met één zo'n staaf nucleaire brandstof? Is dat A100, B1000 of C10.000? Dan ga ik even schakelen naar Mentimeter. Het werkt gelukkig, dus je kan nu naar menti.com gaan. Dus dat lijkt een beetje op mijn achternaam, maar dan zonder de NK, menti.com. En dan de code 3102770. En daar kunnen jullie nu stemmen wat jullie denken. Zijn het er nou 100, zijn het er nou 1000 of zijn het er wel 10.000?
Ja, misschien nog steeds niet zoveel trouwens, 10.000. Als je denkt van één zo'n staaf nucleaire brandstof, daar zit toch heel veel vermogen kan die leveren. Ik ben benieuwd wat er uitkomt, dus ik praat eventjes verder, want het zou kunnen dat er wat vertraging op zit. Sowieso, omdat de stream iets trager is. Dus wat, als ik iets zeg, dan duurt het even voordat het in de YouTube-stream komt. En dan duurt het ook nog weer even voordat die Mentimeter reageert. Dus ik hoop dat er tenminste iemand iets durft te stemmen. Het is niet erg als je het fout doet natuurlijk, hè, want het is alleen maar om te kijken of jullie nog een beetje wakker zijn. Dus ik ben benieuwd wat hier voor antwoord uitkomt. Ik zie nog niks. Ik hoop wel dat er iemand iets doet. Anders kunnen we ondertussen eventjes naar het vorige figuur gaan. Of we kunnen nog eens even kijken. Maar dit moet eigenlijk wel werken. Ik check even bij Danielle of er wel iets gebeurt. Kan jij al iets zien? Ik zie ook nog niks binnenkomen. Dus we wachten het nog heel even af. Oh, ik zie wel iemand zeggen ik heb gestemd. Dus er zouden op zijn minst één binnen moeten komen. Er hebben mensen gestemd. Heel goed. Oké, dan wachten we gewoon even af. Dan zal Mentimeter eventjes traag zijn, maar we moeten gewoon geduldig zijn. We willen altijd maar snellere computers en snellere verbindingen. En misschien zitten we allemaal wel aan het glasvezel, maar toch heeft Mentimeter nog eventjes tijd nodig om dit is natuurlijk allemaal uit te... Ik hoor al drie mensen zeggen dat ze gestemd hebben. 4, 5, dus er moet iets gaan gebeuren zo. Er moet iets gaan gebeuren. Ja, misschien hebben mensen natuurlijk ook tijd nodig om eventjes, ik zit de glasvezels te blamen. Hè, dus, maar het kost natuurlijk ook eventjes om plotseling te moeten wisselen naar de website en dan die code in te toetsen. Dus er moet zo dadelijk iets komen. Ja, misschien even vernieuwen of kijken of even dat helpt. Ik kan dat doen. Even kijken. Dat gaat niet helemaal goed. Houdt het wel spannend hoor, zo. Ja, ik ben wel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Even kijken. Ik maak het even klein. Ze krijgen allemaal de melding dat ze moeten wachten tot jij naar de volgende slide gaat. Oh, ja, kijk, daar komt-ie. Oh, massaal gestemd. Super. Wauw, geweldig. Kijk eens, heel mooi. Nou, ik zie dat de meeste mensen toch denken dat je er wel 10.000 nodig hebt. Nou, laten we maar eens eventjes gaan rekenen dan. Kijk eens, dit was de vraag. Nou, ja, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Hè? Je moet weten wat is het oppervlak van één zo'n staaf in een kernreactor en wat is de oppervlak van een chip. Nou, een typische chip heeft een oppervlakte van 1 vierkante centimeter. Een kernreactor heeft een staaf diameter van 10 centimeter. Dus nou, dan hebben we eigenlijk niet eens 100, maar 75 van deze smartphones nodig om dezelfde vermogensdichtheid te krijgen als één kernreactorstaaf kan leveren. Nou, ik heb me laten vertellen dat er 100 inschrijvingen zijn voor de lezing van vanavond. Dus dat betekent dat we eigenlijk nu met 100 van dit soort devices naar deze lezing zitten te kijken. Dus dat we eigenlijk nu met z'n allen het vermogen gebruiken dat één zo'n kernreactorstaaf kan leveren. Dus dat is enorm. En misschien kan je daar nog eens aan denken als je de volgende keer je smartphone pakt uit je zak. Denk je, oh dat is toch vermogensdichtheid van een kernreactor. Oh. Oké, nou, waar ligt nou de grens? Kunnen we daar eigenlijk iets aan doen? Daar gaat deze lezing over. Hè? Dus nu jullie weten dat er enorme energieverbruik is, is natuurlijk de vraag, ja, kunnen we dat niet op een of andere manier beter doen? En om te begrijpen waar die grens ligt, gaan we helemaal terug naar het begin van de computer. En de huidige computers werken allemaal op het principe wat meneer Turing in 1936 heeft uitbedacht. En dat concept was eigenlijk heel simpel en daardoor ook heel krachtig. En het kan universele berekeningen doen. En dat bestaat uit een tape. Hè, dus we kunnen daar, en we hebben het al veel over magnetisme straks, dus we kunnen het daarover hebben. Dat we die tape, die bestaat uit allemaal kleine gebiedjes waarin een magneet ofwel omhoog een 0 of omlaag een 1 kan zijn. En die tape die beweegt en de computer die kan dan een instructie krijgen om een bepaalde bit van die tape te lezen. En afhankelijk van wat die voor instructie dan krijgt, moet hij die dan ook weer terugzetten. Hè? Dus ofwel hetzelfde ofwel veranderen. Maar we kunnen ons dat een beetje idealiseren en zeggen, nou, we zijn zo slim tegenwoordig, we maken die tape, die laten we bewegen met supergeleidende spoelen, dus dat kost helemaal geen energie. En lezen, dat kost ook heel weinig energie, hè? Dat is alleen maar ergens naar kijken. Dus uiteindelijk wordt dat energieverbruik van zo'n computer bepaald door het schakelen tussen 0 en 1. Nou, dat is natuurlijk een enorme versimpeling, maar laten we even kijken hoe ver
deze versimpeling ons brengt. Want dan kunnen we een stapje dieper gaan naar wat wij met allemaal in het eerste jaar bij natuurkunde krijgen. Dat is simpele thermodynamica. Dus wat zou eigenlijk de minimale energie moeten zijn voor dat schakelen van zo'n bit? Of eigenlijk het veranderen van zo'n bit. Hè? Dus we kunnen dan naar de thermodynamica kijken. En waarom doen we dat? Nou, stel nou eens dat we het ideaal doen. Dan doen we het gewoon heel erg langzaam. Zo langzaam dat we eigenlijk de informatie over onze begintoestand kwijt zijn. Dus we kunnen zeggen, nou, de begintoestand, die weten we niet. Dus dat is met evenveel kans 0 of 1. En nou ja, we weten als we geen informatie over ons systeem hebben, dan kunnen we dat kwantificeren met wat wij noemen de entropie. He, dus die entropie, dat is een makkelijke formule bijvoorbeeld. De K-Boltzmann-constante keer de som van de kansen keer de logaritme daarvan. Dus we krijgen daarvoor, binnen het systeem is dat heel makkelijk, krijgen we een half log een half en dat twee keer. Dus we krijgen KB log 2. En de eindtoestand, dat is als je in kwantummechanische termen spreekt, een pure toestand. Daar hebben we maximale informatie. En dat betekent dat de entropie minimaal is, dus de eindtoestand heeft entropie 0. En daaruit volgt dat we zien dat het entropieverschil door dit berekeningsproces uiteindelijk min KB log 2 is. Nou ja, dat is natuurlijk toegestaan, hè? Van nature neemt de entropie altijd toe. Maar ja, als ik een systeem dwing om in een bepaalde toestand te gaan, dan mag die entropie wel afnemen. Maar dat kost natuurlijk een beetje energie. En hoeveel is dat dan? Nou, ja, de begintoestand en die eindtoestand, hè, die bits, die hebben natuurlijk, of ze nou omhoog staan of omlaag staan, dat maakt niet uit. Dat is dezelfde hoeveelheid energie. Dus wat we krijgen in het meest ideale geval is dat alle arbeid die ik verricht op dat systeem, die wordt omgezet in warmte. Nou, en die warmte, die kunnen we makkelijk uitrekenen uit de tweede hoofdwet. Hè, dus in het optimale geval, als dit allemaal reversibel gebeurt, dan bij een constante temperatuur, dan vinden we dat we voor de warmte een uitdrukking hebben die we kunnen relateren aan de verandering van de entropie, die dus min kbt log 2 wordt dan, hè, dus de warmte q. En dat betekent dat de minimale energie die ik in dat systeem moet stoppen, en ook de minimale energie die dan gedissipeerd wordt, gelijk is aan kbt log 2. Nou, dit is een Boltzmann-constante, die is gerelateerd aan het getal van Avogadro, hè, dus de universele gasconstante gedeeld op het getal van Avogadro. En dat is een ontzettend groot getal, en inderdaad, die energie, dat is ook een ontzettend kleine hoeveelheid, dat is een zeptojoule, 10 tot de macht min 21. En ja, dan is de eerste vraag, ja, hoe is dat eigenlijk, vergelijk dat met ja, wat we zoal doen met harde schijven? Nou, dat is natuurlijk niet de processor, maar laten we even kijken. Ja, in harde schijven, dat staan natuurlijk massaal in die datacenter, daar kost het schrijven van zo'n bit 0,1 nanojoule. Dus er zit een ontzagwekkende 11 orde grootte tussen, dus 100 miljard factor onzuiniger zijn deze harde schijven dan dat wat in principe theoretisch wel mogelijk is. Nou, kunnen we dat dan echt niet maken? Nou, dat kan wel. Hè? Dus er is een collega in Amerika, Jeffrey Bocor, die werkt ook aan het instituut, waar een heel gerenommeerd instituut, helemaal gericht op energie-efficiënte computing. En die dacht, nou, laat ik het nou eens kijken. Hè? Magneten worden zoveel gebruikt voor alle dataopslag. Kunnen we eigenlijk die Landauer-limiet ook met magneten halen? En dat kan wel. He, dus dat is ook mooi. He. Dus je ziet hier dat resetproces. He. In het begin kun je ofwel 0 of 1 zijn. En aan het eind wil je altijd in dit geval in de rechter. Het is een soort van potentiaallandschap. We willen altijd in de rechterput zitten. Of onafhankelijk of we nou in 0 of 1 beginnen. En als je dan uitrekent, dat kun je ook doen. Dus uit de metingen haalt wat de energie is die gedissipeerd is. Kom je inderdaad heel dicht in de buurt van die Landauer-limiet. Dat is dus die zeptojoule bij kamertemperatuur. Als we voor T de kamertemperatuur nemen, 300 Kelvin, dan vinden we, maar goed, ja, een zeptojoule inderdaad, maar ja, dat gaat wel heel erg traag. Dus de schakeltijd is zeg maar 1 seconde, dus ja, dan heb je voor één zo'n bit, heb je wel een zeptowatt, maar ja, niemand wil natuurlijk zo'n trage computer kopen. Dus eigenlijk wil je niet alleen energiezuinig, maar je wilt ook snel. Nou, dat kan wel, hè? Dus kijk of we die bits nu kunnen versnellen. En dus hier hebben we weer allemaal van die bits, allemaal van die magneetjes. En ja, hoe snel kunnen we een magneet eigenlijk schakelen? Nou ja, typisch doe je dat, een magneet schakelen, door een andere magneet er in de buurt te brengen. En typisch een elektromagneet. En wat je dan krijgt, als dat magneetveld niet helemaal parallel is met die magneet die je wilt schakelen, dan gaat die draaien met een precessiefrequentie die wordt gegeven door de gyromagnetische verhouding. En de allersnelste manier om te schakelen
is dan om zo'n magneet precies voor een halve periode, hè, je legt dat loodrecht aan op die magneet die je wil schakelen, en dan precies voor een halve periode leg je dat aan, en dan krijg je een schakeltijd die gegeven is door pi gedeeld door gamma keer b. Nou zien we al, hè, dus nou, sorry voor de verwarring, die t moest eigenlijk een kleine t van tijd zijn, niet van temperatuur, maar hier zie je wel heel duidelijk dat de tijd omgekeerd evenredig gaat met het magneetveld. En je kunt het dit dus wel sneller maken, maar als je dat met een elektromagneet doet, betekent dat je een grotere stroom aan moet leggen. Hoe groter de stroom, hoe meer energiedissipatie, dus hoe onzuiniger het is. En er was een heel leuk bachelorproject dat ik heb gehad met een slimme student, en die heb ik laten uitrekenen, ja, hoe universeel is dat nou eigenlijk? Want er waren mensen die dat hadden eigenlijk beweerd dat dit heel algemeen gold, en dat is ook zo. Je kan heel algemeen aantonen dat voor een kwantumsysteem dat evolueert van één toestand naar een orthogonale toestand, hè, hier voor die magneet is dat spin-up in spin-down, dan kan je laten zien dat de tijd die dat duurt altijd beperkt is door de constante van Planck. Dus we hebben hier eigenlijk van doen met een soort van Heisenberg-onzekerheid relatie voor tijd en energie, wat eigenlijk een manifestatie is van het feit dat, ja, als je iets sneller wil doen, kost het gewoon meer energie. Dus, nou, laten we eens kijken, wat doen de huidige processoren? Daar hebben we inderdaad iets vergelijkbaars voor gevonden. Hè. Dit komt uit een paper van Intel, opnieuw. Hè. En die processoren, die gaan eigenlijk al veel sneller, en die gaan ook nog eens veel energiezuiniger dan wat ik net liet zien met die harde schijf. Hier zie je de verticale as, dat zijn attojoules. Een horizontale as picosecondes. En je ziet dat inderdaad voor de processoren daar ook zo'n relatie geldt, dat hoe sneller je het wilt doen, hoe meer energie het kost. En nou zul je je afvragen, ja, dit zijn processoren. Hè, schakeltijden van picoseconden, dat zou, hè, dat is 10 min 12, dus dat betekent dat ik een klokfrequentie van terahertz zou kunnen hebben. Kan dat dan ook echt? Nou ja, voor één processor, hè, één attojoule per één picoseconde, dat geeft je wel 1 microwatt. Maar er zitten ontzettend veel processoren op één zo'n chip. Hè, dus voor die allernieuwste chips, orde grootte 10 miljard. Dus dat betekent dat als je die inderdaad op deze knoksnelheid zou laten draaien, dat je op 10.000 watt per vierkante centimeter, dus we zitten al ver voorbij het vliegen naar de maan, als we denken aan de vermogensdichtheid. Dus dit is absoluut, ja, maak je eigenlijk wanhopig van, hoe kan het eigenlijk nog beter? Die processoren hebben ze al 50 jaar lang ontwikkeld, hoe moet het ooit nog beter? Nou, laten we eens kijken naar wat die natuurwetten nou eigenlijk zeggen. En hier zie je weer een plaatje, energie als functie van de tijd. En de Landauer-limiet, hè, die geldt als de tijdschaal heel langzaam is, dus die zit netjes op die zeptojoule, of hier heb ik het iets preciezer gedaan. Als ik het helemaal uitreken, dan krijg ik 3 zeptojoule. Nou, dan hebben we natuurlijk niet alleen die Landauer-limiet, maar ook die kwantumlimiet. En, hè, dus dat is die kwantumsnelheidslimiet. En die zegt eigenlijk van, ja, je kan het wel sneller doen, maar dan kost het meer energie. En ja, de ultieme computer zou je eigenlijk kunnen maken als die tijdschaal, hè, dus als dat energieverschil precies gegeven wordt door de energie van de Landauer-limiet. Dus eigenlijk zeg je dan, nou, ik vind het wel goed om, ja, die Landauer-limiet te betalen voor mijn berekenproces, maar ja, ook niet meer dan dat. En wat is dan het allersnelste wat ik kan? Nou, dan kom je bij die coherente kwantumdynamica en die zeg je dan, oké, ik heb Boltzmann-constante, ik heb de Planck-constante en als ik die combineer, dan krijg ik 100 femtoseconden. Dus dat is eigenlijk de tijdschaal van de allersnelste computer. En als we daar die computers die we net lieten zien, dan zien we dat we toch zeker nog een factor 10 kunnen winnen in snelheid en ook nog een factor 10.000 in energie. Dus als we puur naar de natuurwetten kijken, ja, dan kunnen we veel zuinigere computers maken, die ook nog eens heel klein zijn en ook nog eens heel snel. Maar hoe moet dat dan? Wat voor materiaal of zo zou ik moeten kiezen om dat voor elkaar te krijgen? Nou, hier komt voor mij nou eigenlijk de, ja, magie van magnetisme naar voren. Want deze tijdschaal en deze energieschaal, dat is precies de tijdschaal en de energieschaal die hoort bij de allersterkste krachten die we kennen in magnetisme. Dat zijn de krachten die magneten magnetisch maken. Die noemen wij exchange interacties en die zorgen dat, hè, dus die hele grote magneet, waar zitten allemaal kleine magneetjes in, die zijn allemaal, kijken ze dezelfde kant op, zodat je op een macroschaal, hè, dus op grote mensenschaal, wat wij kunnen voelen, netto magnetisatie hebt. En die energieschaal die daarbij hoort, ja, magneten zijn nou eenmaal magnetisch bij kamertemperatuur, dus is het ook logisch dat die exchange interacties, ja, die moeten wel equivalent zijn met een energieschaal die bij kamertemperatuur hoort.
En het bijzondere is dat de dracht van die interactie, hè, dat is een heel Nederlands woord, de interaction range zeg je in het Engels, die is in de orde van eigenlijk maar de interatomaire distand, of een paar, hè, dus in de orde van nanometers. Dus eigenlijk heb je alles bij elkaar. Hè, dus de allerkleinste lengteschaal, de allersnelste tijdschaal, en ook nog, als je dit op een of andere manier coherent zou kunnen doen, dat is wat die quantum limiet wil, dan heb je het ook nog met de minste energie. Dus nou, dat is eigenlijk waar ik de rest van dit praatje over ga praten. Van ja, hoe komen we daar dan en hoe goed lukt ons dat al? Maar voordat ik dat doe, ga ik eventjes checken met Danielle of er al vragen zijn. Ja, er is één vraag en een opmerking, allebei van Sander. Sander vroeg of je in het plaatje hiervoor met processoren of dat gelijk stond aan bits. Niet deze, maar eentje terug. Ah, kijk, hier. Ja. Hier staat de energie die het kost om de processor van 0 en 1 te veranderen. Hè, dus ik kom straks nog terug om iets meer uit te leggen hoe ziet zo'n processor er nou eigenlijk uit. Maar dit is eigenlijk de tijdschaal die hoort bij het schakelen van zo'n processor. Oké, als het niet je vraag beantwoordt, Sander, laat het ons weten. En verder had hij nog een opmerking. Hij zegt, een iPhone bevat geen Pentium, hoor. De A14 heeft een TDP van maar 6 watt. Wil je daarop reageren? Ja, dat vind ik een leuke opmerking. Ja. Nee, de iPhone is eigenlijk een speciaal geval. Het is zeker zo dat de iPhone geen... dus waar ik over praat is de vermogensdichtheid. Het is zeker zo dat er zo ontzettend veel iPhone, voor die A14 chips, ontzettend veel processoren op die chip gepakt zijn. Hè? Dus het is ook geen 10 miljard strikt, maar het is 6 miljard. Maar en een van de trucs die Apple gebruikt om veel efficiënter te zijn, en daar kom ik straks ook nog op, is dat zij een neural engine in hun processor hebben gestopt. Dus zij laten die processoren anders draaien en zij hebben al dat ontwerp van die chip en ook het gebruik, dus de software van die chip, hebben ze allemaal in eigen beheer, waardoor die iPhone-processoren eigenlijk door de bank genomen stukken efficiënter zijn dan de Intel-processoren. Dat is ook eigenlijk de belangrijkste reden dat Apple er vanaf is gestapt. Want als je nu een nieuwe MacBook koopt, dan zitten daar geen Intel-processoren meer in. En als resultaat daarvan gaat de batterij 2 tot 3 keer langer mee. Dus je hebt helemaal gelijk, hè? Dus de afschatting die ik presenteer is misschien niet exact, hè, de ordegrootte is absoluut correct, maar misschien niet exact toepasbaar op die Apple-chip. Dat zou kunnen. Goede opmerking dus van Sander. Heel goed, ja. Ja, dit was het tot nu toe. Mochten er meer vragen zijn, gooi ze in de chat en dan kun je nu voor nu verder, Johan. Dankjewel. Oké, ja, super, dan gaan we verder. Nou, nu hebben we wat algemene natuurkunde geleerd, of opgefrist, denk ik, voor alumni. Nou gaan we eventjes kijken naar, ja, wat kunnen we nou met magneten en in het bijzonder magneten met licht. Hier zijn mijn collega's, hè, dus Theo Razing, Alexei Kimmel, André Kareljoek. Die zijn hier ontzettend beroemd mee geworden, omdat ze als eerste hebben aangetoond dat je een magneet kan schakelen met licht. Hè, dus we hadden het over die tijdschaal, hè, die eigenlijk soort van die optimale tijdschaal is 100 femtoseconden. Nou ja, hoe kom je nou bij die tijdschaal van 100 femtoseconden? Een van de trucs die je kan doen is licht te gebruiken, want lichtpulsen kun je... Laserpuls in het bijzonder kun je heel kort maken, in dit geval 40 femtoseconden. En hier laten ze zien dat je dan ook, dus hier zie je een magneet, die heeft zwarte en grijze gebieden. Zwart is zeg maar magnetisatie omhoog, grijs is magnetisatie omlaag. En als je nou in dit geval een circulair gepolariseerd lichtpuls maakt, dan kun je inderdaad die magneet schrijven. En als je dat met linear gepolariseerd licht doet, niet. Maar als je dan circulair gepolariseerd licht de andere kant op, hè, dus linkshandig en rechtshandig licht is het eigenlijk, dan schaal je hem de andere kant op. En dat was het begin eigenlijk van een ontspannende onderzoeksreis naar, ja, hoe zijn we nog en hoe snel is dit nou eigenlijk? En nou, het is in ieder geval sneller dan stroom, hè, dus dit was een snelle follow-up studie, hè, in 2009, waar ze liet zien van, nou kijk, dat kan heel snel. En ik zie zelfs al, hè, de schrijf-lees-event, op het moment dat ik die magneet exciteer met mijn laserpuls en kijk, wanneer is die nou geschakeld? Dat is maar 30 picoseconden. En later gingen ze ook, dat waren André Kareljoek en Alexei Kimmel, die gingen ook kijken naar oxidische materialen. En daar vonden ze, hè, daar heb je eigenlijk voor die eerste materialen, was het vooral laserverwarming dat het deed. Maar in deze materialen, daar heb je bijna geen verwarming, omdat ze hebben nou eenmaal geen vrije elektronen. Die zijn namelijk niet geleidend. En
daar kun je, als je dat extra probeert naar de energie die het kost om één bit van, zeg maar 20 bij 20 nanometer, wat is typisch wat wordt gebruikt in huidige harde schijven, dan kom je tot het atoshu-regime. En dat schakelen, dat gaat zelfs in materialen die relevant zijn voor de technologie, bijvoorbeeld kobalt-platinum-systemen, waar bijna alle harde schijven van gemaakt zijn. Nou, dus met licht is eigenlijk een geweldige truc om die magneten snel te maken en toch zuinig. Maar ja, licht heeft ook een nadeel, want ja, de golflengte van licht is nou eenmaal groot. Dus dat maakt het moeilijk om het ook klein te maken. Dus daar ga ik nu eens naar kijken. Dat is recent onderzoek waar ik bij betrokken ben geworden. En dat gaat eigenlijk over de vraag, kunnen we dat nou ook snel en klein allebei doen? Nou, typisch als wij over een magneet nadenken, dan bestaat hij dus uit allemaal kleine magneetjes. En wij noemen dat een ferromagneet als al die kleine magneetjes dezelfde kant op wijzen. Maar je kan ook denken, ja, ik hoef dat licht niet klein te maken, maar ik maak gewoon een hele kleine magneet. En één trucje wat je kan doen is eigenlijk naar hele kleine magnetische structuren te gaan kijken. En hier zie je een soort wervel, wat een skirmion wordt genoemd. En waarom dat een skirmion wordt genoemd, is eigenlijk omdat die een bijzondere topologische eigenschappen heeft. En dat kan je heel snel zien als je denkt, oké, die magneet, als ik daar de Z-component van neem en die plot als in de ruimte, als functie van x en y, dan zie je dat die eigenlijk, ja, dat is topologisch triviaal. Alle spins wijzen dezelfde kant op, dus helemaal rood. Maar in het geval van die skirmion, daar zie je dat, ja, aan de randen staat de magnetisatie allemaal omhoog, maar in het midden, daar kijkt die precies naar beneden. Dus die magnetisatie die draait helemaal één keer 360 graden als die van links naar rechts door die skirmion heen gaat. Dus eigenlijk kan je die skirmion zien als dat er een soort van gat in die magneet zit. Dus dat is niet echt een gat waar je met een boor erin hebt gemaakt, maar een gat als in de zin van dat je kan begrijpen dat dit een speciale topologische eigenschap is. Hè. Dus de wiskunde van topologie, dat gaat over de formulier. En eigenlijk het aantal skirmions in een materiaal kan je snappen als het, zeg maar, het aantal gaten dat je hebt. En de centrale vraag is dan, oké, nou kan ik zo'n kleine structuur misschien heel snel maken. Dus ik begin met die ferromagnetische toestand en kan ik heel snel een skirmion krijgen. Nou, kan dat? Nou ja, dat kan wel en dat hadden andere mensen ook wel laten zien. Maar hier was speciaal dat je het met een röntgenmicroscoop kan bekijken. En wat je hier ziet aan de bovenkant is dat je begint inderdaad in zo'n volledig ferromagnetische toestand. En dat je dan schiet je met een laserpuls en dan krijg je zo'n zo'n gatenpatroon, wat representatief is voor skirmions. En het bijzondere nou was, ja, want toen mensen dat lieten zien, dat je skirmions ook met licht kon maken, bleek dat toch lastig om die tijdschaal te achterhalen. En dat kwam eigenlijk omdat die skirmions zich voornamelijk vormden in de buurt van defecten. Dus eigenlijk een soort van een vervorming van het rooster, ja, waar de interactie is een beetje anders zijn en waardoor het daar voordelig is of makkelijker is om een skirmion te maken. Wat ze hier zagen door deze meting een aantal keren te herhalen, hè, dus dit is imaging, hè, dus een afbeelding maken van die skirmion toestand met een röntgenmicroscoop, wat net heel handig is, want dan heb je die hele kleine golflengte. Hè, met zichtbaar licht is het veel moeilijker te zien op deze lengteschaal. Maar wat het grappige is dat elke keer als je dit doet, zitten bij deze metingen in dit materiaal de skirmions elke keer op een andere plek. Dus dat suggereert dat er hier een heel ander mechanisme is dat zorgt voor het schakelen. En wat nou zo prachtig is met die röntgenmicroscoop is dat ze tegenwoordig enorme grote faciliteiten hebben gebouwd waarmee je tijd opgeloste röntgendiffractie kan doen. En om je een gevoel te geven van waarom dit plaatje hier bijzonder is, dit zijn de eerste metingen die met die vrije elektronenlaser in Hamburg, de European X-veld, vrije elektronen in Nijmegen hebben natuurlijk ook vrije elektronenlaser. Dat is een terahertzgebied, maar deze is een röntgengebied. En deze bundel is zo coherent dat je met één bundel een plaatje kan maken. Dus heel vaak worden die metingen die we doen om dynamica van magneten te begrijpen, stroboscopisch gedaan. Dat wil zeggen, je begint met een meting en je kijkt, dus je zorgt dat je elke keer dezelfde begintoestand hebt. En ja, uit één meting kan je nog niks zeggen, want er is enorm veel ruis. Maar je middelt dat heel vaak, je herhaalt die meting heel vaak. En uiteindelijk heb je voldoende signaal-ruisverhouding. Maar deze bundels die ze hier hebben gemaakt in Hamburg, die zijn zo ontzettend coherent dat je er gewoon met één bundel een plaatje kan maken. Nou, en wat je dan ziet is, ja, linksbovenin, daar zie je dat, ja, dat is eigenlijk een triviale structuur, dat is die ferromagneet. En de eindtoestand, dat weten we, dat is die skirmion-toestand. En in het begin zien we een of andere diffuse ring. En we willen eigenlijk graag snappen, ja, wat gebeurt daar nou? En we zien wel, oké, dat is ongeveer homogeen, dus we integreren maar eventjes over de hoek.
En dan zie je het plaatje daaronder, dat je eigenlijk in het begin inderdaad zo'n hele brede verdeling hebt, die eindigt in een hele scherpe verdeling die representatief is voor die skirmions. Nou, de vraag waar bij mij mee terecht kwam was van ja, maar hoe werkt dat nou eigenlijk? En daarvoor hebben we een model opgesteld. En één model dat we typisch hebben voor dit soort magneten is, laat een fasediagram zien dat er zo uitziet, waar je eigenlijk, links onderin zie je die spiraaltoestand, dat is eigenlijk de toestand, die heb ik eventjes niet zo uitgebreid discussieerd, die je hieronder zag, zo'n gekke domein vormen. En als je daar met een laser op schiet, gebeurt er niks. Je hebt wel het magneetveld nodig om die skirmions te maken. En nou ja, zo'n spiraaltoestand hebben we hier ook. Maar daarboven, daar is het systeem, als je het magneetveld, hier de verticale as is het magneetveld. Je ziet, we worden hier al een beetje theoretisch, hè? We gaan alles in dimensieloze eenheden noteren, hè? Dus verticale schaal is gedeeld door het kritische magneetveld, waarboven de verre magnetische toestand de stabiele toestand is. En de horizontale as is de temperatuur, genormeerd op de Curie-temperatuur van het materiaal. Maar wat bijzonder is hier, is dat er een soort van intermediate, soort van tussenfase is, tussen de ferromagnetische toestand die helemaal geordend is, en de volledig wanordelijke paramagnetische toestand, die helemaal boven de Curie-temperatuur is. Daartussen heb je nog een eerste orde faseovergang, die naar zo'n tussenfase, en die tussenfase die laat zich karakteriseren door topologische fluctuaties. En om nou je een gevoel te geven, waarom is dat nou zo bijzonder? Nou, normaal, als je zeg maar zo'n skirmion hebt gemaakt, je kan je voorstellen, dan heb je die spins zoveel gedraaid, en die topologie is zo anders, het is heel moeilijk om die skirmion er dan weer uit te krijgen. Dus dat noemen we dat hij een soort van topologische bescherming heeft. Dus het is heel moeilijk om het te krijgen, er zit als het ware een hele hoge energieberg tussen, om die skirmion te krijgen. En dat betekent dus dat hij heel stabiel is, want als die spontaan zou moeten vervallen door fluctuaties, dan moet die spontaan over die berg heen vallen. Nou ja, dat is heel moeilijk en gebeurt maar heel weinig. Maar hier hebben we dus een fase die eigenlijk gekarakteriseerd wordt door topologische fluctuaties. Dus hier zie je skirmion met verschillende chiraliteit. Ik zal je de details daarvan besparen, maar wat belangrijk is, is dat hier skirmions voortdurend komen en gaan. Ze komen en gaan, ze komen en gaan. Dus daarom noemen we het een topologische fluctuatietoestand. Maar toch heeft hij gemiddeld gezien heel veel skirmions, dus zeg maar heel veel gaten in deze toestand. Dus de simpele gedachte was, nou zou het zo kunnen zijn dat die skirmions gecreëerd worden, hè, dus dat diffuse gebied, doordat we tijdelijk in zo'n fluctuatiefase zitten. Nou, dat is misschien zo, dus laten we eens kijken wat er dan gebeurt. Dus we gaan die temperatuur maar eens, we beginnen in die ferromagnetische toestand en we gaan naar die tussentoestand en weer terug, dus we gaan omhoog en omlaag. En we kijken wat er gebeurt. Dus hier hebben we hier een animatie van wat er dan gebeurt. Dus hier is de temperatuur, die schiet omhoog en die schiet omlaag. Hier zie je de topologie, hè, en die is in het begin nul, maar die wordt al heel snel heel hoog. En hieronder zie je wat er gebeurt met de magnetisatie. Hè, die kunnen we natuurlijk ook uit de simulaties halen. En de topologische ladingsdichtheid, die we hier een low-pass-filter op toepassen, om beter te kunnen zien waar zitten die skirmions nou uiteindelijk. En wat we hier zien is heel bijzonder, omdat je nu ontdekt dat eigenlijk die skirmions ook homogeen kunnen nucleëren. Dus die kunnen ook homogeen ontstaan zonder dat er een of ander defect is. Want in simulatie kunnen we natuurlijk altijd, dat is het voordeel van simulatie, kunnen we altijd alles ideaal maken. Dus er zijn geen defecten en toch krijgen we die skirmions. En we zien ook dat, dit is een simulatie, het is natuurlijk een beperkt model, maar die gaat heel snel, op een tijdschaal van maar 10 picoseconden, hebben we die topologische lading al constant. Nou, nu gaan we kijken naar, wat heeft dit nou met het experiment te maken? Dus wat we zijn gaan doen is gewoon deze magnetisatie ook weer plotten op dezelfde manier als dat het, dus het kwadraat hiervan, dat is de observabele die je meet in je röntgendiffractie. En die gaan we nou eens even plotten op dezelfde manier als het experiment. En dan krijg je dit resultaat, hè? Dus deze linkse twee heb ik jullie eerder laten zien en deze rechtse is wat we uit zo'n simulatie krijgen. En dan zie je dat daar precies dezelfde signatuur eigenlijk is als wat we hier zien, dat er eerst zo'n diffuse ring is en daarna een heel scherpe toestand die gekarakteriseerd wordt door stabiele skirmions. Nou, dus dat was eigenlijk het bewijs dat we inderdaad dit soort hele kleine structuren ook heel snel kunnen schakelen. En dat biedt nou een eerste stap naar dat we ook, magneten konden we al heel snel en zuinig schakelen met licht.
Nou kunnen we laten zien dat we ook hele kleine magnetische structuren, ook al is dat licht niet klein, maar dus de magnetische structuur die we schakelen is wel klein. En dat kunnen we ook heel snel. Nou, dit is nog niet. Hè, we moeten nog veel meer onderzoek doen, want dit is nog niet zo zuinig. Hè, de laserintensiteit die je hier nodig hebt is een factor 10 meer als zeg maar voor wat we nu dat gewone optical switching noemen. Maar toch laat het zien dat er enorm veel potentie is door naar dit soort speciale magnetische structuren te kijken. Oké, dan is er nog een volgende stap. Want ik zei dat snel en zuinig en snel en klein, dat kan ook. Maar hoe kunnen we nou nadenken over kan het snel en zuinig en klein? Nou, daar gaan we even naar een ander aspect kijken. En daar kwam net al een vraag over, gaat het nou over bits of over transistors? Kijk, de elektronica van vandaag, die is gebaseerd op transistoren. En als we het over schakelen hebben, dan hebben we het eigenlijk over het aanpassen van de weerstand van zo'n tussen wat we noemen de source en de drain. Hè. Dus dit is zeg maar de input. Hier kan voltage op staan die voor een stroom zorgt, maar die stroom die loopt of loopt niet afhankelijk van deze gate. Dus die controleert eigenlijk de stroom. En we kwamen net op die 10, op die attojoule voor het schakelen. Nou, dat is de schakeltijd die je, de energie die je nodig hebt om dat, ofwel dat geleidingsgebied af te knijpen of niet. Dus dat is de energieschaal die daar stond. Maar een andere enorme beperkende factor van transistoren, en helemaal als je ze ontzettend veel en dicht op elkaar pakt, is dat er natuurlijk een stroom loopt. En die stroom, die loopt niet, dat gaat met heel veel weerstand en heel veel verwarming. En dat is een van de grootste bijdragen en een van de grootste redenen als je er heel veel op elkaar pakt, dat je ontzettend grotere stromen krijgt. Dus een enorme vermogensontwikkeling. Dus een van de gedachten is dan, ja, kunnen we nou magnetisme ook niet daarvoor gebruiken? He, dus hier lopen eigenlijk elektronen, er zijn gewoon ladingsdeeltjes die lopen tussen de source en drain. Wat nou als we in plaats daarvan een spinstroom door magneetgolven laten lopen? Die magneetgolven, die kunnen we coherent maken. Dan hebben ze geen dissipatie zoals de gewone elektrische stroom dat wel heeft. En ja, als we dat nou op een of andere manier ook heel klein kunnen maken en heel snel, dan kunnen we misschien wel dat hele probleem van die geleiding oplossen. Nou, laten we eens kijken of dat lukt. Dan moeten we weten, wat zijn nou de allersnelste en de allerkleinste magneetgolven? Nou, dan komen we precies weer uit op die figuur die ik straks liet zien. Hè, de allerkleinste magneetgolven, dat zijn gewoon de golven met de allerkortste golflengte. En dat is de golflengte die bepaald wordt door de afstand tussen twee atomen. En dan krijgt die magneetgolf, hè, dat noemen we ook wel spingolf of magnon, die krijgt dan de energieschaal die wordt gegeven door de exchange interactie. Dus die 20 MeV. En als je dat coherent maakt, ja, dan heb je eigenlijk precies alles wat je nodig hebt om die ultieme computer te bouwen. Snappen we dat al? Nou, als we dan naar gaan kijken, dus dan kunnen we eigenlijk zeggen nee. Want die allersnelste magneetgolven, waar vinden we die? Die vinden we in materialen waar mensen al een Nobelprijs voor hebben gekregen in 1987, maar die we nog steeds niet snappen. Dat zijn namelijk de cuprates, de ijzeroxides. En zelfs als je ze niet superglijdend maakt, is daar al een probleem. Hè? Dus eigenlijk die ijzeroxides kunnen we magnetisch begrijpen helemaal uit deze tweedimensionale lagen van koperoxide. En de Hamiltoniaan is daar heel makkelijk van. Dat is gewoon een Heisenberg-Hamiltoniaan. Misschien herinner je dat nog van vaste stoffysica, of als je magnetismevak hebt gevolgd. En die Hamiltoniaan in twee dimensies is ontzettend lastig op te lossen. Zeker als je spin een half hebt, dus de meest quantum spin die je kan hebben. En in twee dimensies zijn die kwantumfluctuaties zo sterk dat we eigenlijk heel lang heel veel moeite hadden om dat goed te begrijpen. En hier zie je wat je voor excitaties kan krijgen. Hè? Want van, ja, hoe komen we eigenlijk bij die allerkortste golflengte? Nou ja, dat is niet zo moeilijk te snappen, kwalitatief tenminste niet. Hier zie je de formule die wij gebruiken in onze simulaties om dat uit te drukken. Maar eigenlijk komt het neer dat je de exchange interactie heel kort eventjes verandert. En dat je dat kan doen is eigenlijk wel logisch. Hè? Want met licht, hè, licht praat in, hè, dat is eigenlijk een elektromagnetische golf. Elektromagnetische golven praten met elektronen. Elektronen die bepalen die magnetische interactie, hè, eigenlijk de Coulomb-interactie tussen elektronen, die spinafhankelijk. Dus als ik die elektronen een beetje verander, dan zou ik automatisch ook de exchange-interactie veranderen. En dat is wat in deze ijzeroxides ook gebeurt. En als je daar een stationaire meting van doet, dat is een Raman-spectrometer, dan krijg je een plaatje wat er zo uitziet. Hier links hebben we fononen. Maar hier krijgen we zo'n enorme piek met enorme hoge frequentie. Dit is nog sneller als die magnonsnelheid waar ik heel erg over praatte. Dit gaat eerder over een elektronvolt dan over 10 of 20 millielektronvolt.
En ja, dit soort materialen konden we wel goed snappen. Hè? Dus dit is een soort van broertje van dit materiaal dat ook allemaal van zo'n soort tweedimensionale lagen bestaat. En je ziet, ja, als die magneetgolven allemaal vrij konden bewegen, dan zou je dit spectrum krijgen in je Raman spectrometer. Maar je krijgt in plaats daarvan dit. En dat kun je eigenlijk best goed snappen. Hier zie je de theorie. Dus dit is een soort van renormalisatie van die Raman respons ten gevolge van de interactie tussen die spingolven. Maar dat werkt goed voor dit materiaal. Maar als we naar deze spin-half antiferromagneet gaan, wordt het veel moeilijker. Ja, die positie van die piek, ja, dat kunnen we nog wel goed krijgen. Dat is toch eigenlijk ongeveer de exchange-interactie. Maar die breedte, die is veel breder als die diezelfde theorie toepassen hier, ja, dan we eigenlijk kunnen snappen. Dus daar is iets bijzonders mee aan de hand. En dus als we die allersnelste en allerkleinste magnonen willen snappen, ja, moeten we daar iets aan doen. En hier helpt een nieuwe theoretische ontwikkeling ons. En dat is een artikel wat in 2017 in Science is verschenen van Giuseppe Carleo en Matthias Troyer. Die kwamen eigenlijk op het idee van, ja, die neurale netwerken worden zo ontzettend veel gebruikt in zeg maar patroonherkenning. En ja, dat is eigenlijk allemaal voor tweedimensionale systemen. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? En ze kwamen eigenlijk op het idee, nou, kunnen we niet gewoon een golffunctie proberen te parametriseren met zo'n kunstmatig neuraal netwerk? En ja, dat laat, en die aanpak is eigenlijk heel krachtig gebleken, hè? Want ja, hier zie je weer dat zo'n tweedimensionaal systeem, dus hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou, dit tweedimensionale systeem, als wij het aantal spins een beetje opvoeren, dat weten jullie misschien wel, hè? De quantumcomputer die kan in alle toestanden tegelijk zijn, dat betekent dat je heel wat ruimte exponentieel groeit met het aantal spins, of voor de quantumcomputer het aantal quantumbits dat je hebt. Maar dus dat betekent dat je normaal gesproken zo'n magnetisch systeem helemaal niet door kan rekenen. Maar als je nou een trucje toepast, dat je zegt, nou, ik stop er gewoon een klassiek systeem bij. En met dat klassieke systeem ga ik proberen te leren wat al die correlaties zijn tussen die spins in het echte systeem. Nou ja, de simpelste model dat je daarvoor kan hebben, dat is eigenlijk een Boltzmann-machine. Hier staat niks anders dan een Boltzmann-factor. En ja, normaal denk je, ja, wat moet ik met een Boltzmann-factor als ik een golffunctie wil beschrijven? Dat ding is complex. Nou, eigenlijk de simpele gedachtenstap is dat ik dan deze parameters A, B en W, dat zijn een soort van variationele parameters, dus dit wordt een variationele golffunctie, en de hoop is eigenlijk van oké, die veeldeeltjes golffunctie die dus interacties beschrijft tussen al die quantumspins in mijn systeem, ja, die leeft toch op een of andere manier maar in een beperkt hoekje van die hele grote quantum Hilbertruimte. En de enige taak van mijn neurale netwerk is om uit te vinden, ja, waar is dat hoekje nou eigenlijk? En het aardige is, ja, dat die neurale netwerken, dat zijn universele function approximators, hè, dus die kunnen een willekeurige functie benaderen. Goed, ja, natuurlijk als die functie tenminste een beetje gelokaliseerd is, anders dan heb je nog steeds exponentieel veel parameters nodig. Maar dit lijkt een hele krachtige aanpak om juist die dynamica in twee dimensies, die we met gewone methodes niet goed kunnen oplossen, op te lossen. En hoe het werkt? Nou ja, eigenlijk, dit lijkt een neuraal netwerk, maar voor de rest gebruiken we eigenlijk niks. Hè? Dus we gaan gewoon samplen. En dus eigenlijk wat wij noemen een Markov chain Monte Carlo proces. En daarmee gaan we gewoon deze energie, als we de grondtoestand willen weten, gaan we gewoon deze afstand tussen H psi en E psi minimaliseren. Als we die afstand 0 krijgen, dan hebben we de Schrödinger-vergelijking opgelost. En je kunt dat ook voor dynamica doen, en dat is nou net wat ons interesseert, want wij willen graag snappen van, ja, als we naar die allerkortste en allersnelste spingolven gaan kijken, hoe snel bewegen die dan? En dan moet je de tijdafhankelijke Schrödinger-vergelijking oplossen. En dat doe je op deze manier. Nou, dat zijn we gaan doen. En om te beginnen gingen we het maar eens makkelijk maken. We nemen een hele simpele verstoring, anders krijgen we allemaal extra parameters in ons model. Dus dan weten we niet wat komt. Dus één stapje moeilijkheidsgraad per keer. En wat je dan krijgt, nou, wat we gaan kijken, we gaan dan natuurlijk kijken naar de correlatie, hè? Want we verwachten als we magnonen die spingolven exciteren, die planten zich voort, hè, door dat systeem, en met dat ze zich voortplanten, krijgen de spins die op een afstand zeg maar R van elkaar zitten, krijgen een correlatie met elkaar. Dus die correlatiefunctie die is eigenlijk een manier om te kijken naar, ja, hoe gedragen die magneetgolven zich. Nou, dat is... dat konden we doen. Hè. Nou zie je dat het nog theoretischer wordt. We krijgen alleen maar tijdschalen in eenheden van de exchange-interactie. En je ziet dat die verspreiding eigenlijk vrij anisotroop is.
soort van D-wave-symmetrie hebben we hierin. En dat kunnen we ook heel goed begrijpen. He, dus die propagatie is anisotroop. En op de diagonaal is er eigenlijk praktisch geen voortplanting. En dat komt precies door de symmetrie van die stoorterm. He, dus dat kan ik nu niet uitleggen natuurlijk. Maar dat heeft een masterstudent van mij, Martijn Bouwman, heel prachtig laten zien. Dat als je deze stoorterm neemt met dit systeem, dan krijg je precies dit, deze symmetrie in je propagatiepatroon. Maar wat onze interesse nou heeft, is, dus dat kun je trouwens laten zien, hoef je niet eens het echt op te lossen. Je kunt die symmetrie, dat is altijd aardig een symmetrie. Als je slim bent, dan kun je dingen oplossen zonder dat je echt iets uitrekent. En dat is precies wat we hebben gedaan. En, maar wat ons, waar we wel echt berekeningen voor nodig hadden, is om nou te snappen van ja, hoe snel gaat het nou eigenlijk? Dus kwantitatief, wat betekent dat? Dus wat wij gingen doen, is hier een doorsnede nemen langs de x-as en gewoon gaan kijken van ja, hoe snel planten die correlatie zich voort. Dus dan krijgen we dit plaatje. Hier zie je de tijd nou als verticale as. En horizontaal is de positie in het rooster. En de kleurcode geeft de correlatiesterkte aan. En wat je ziet is dat inderdaad, ja, daarnaast, hè, dus de spin zelf, ja, die is met zichzelf altijd gecorreleerd, dus dat is altijd nul. Maar de naburige spins, dat duurt het een tijdje voordat die ook gecorreleerd worden. En waar wij dan in geïnteresseerd waren, is de vraag van, ja, wat is nou de snelheid die je krijgt uit deze helling. Dus we gingen die maximaal plotten als functie van de positie. Dus dat is wat we hier hebben gedaan. Die T-ster, dat is de aankomsttijd van het maximum als functie van de positie. En dan zie je iets spannends, namelijk dat op die hele korte tijdschaal verplaatsen die spingolven zich sneller dan dat we zouden kunnen bevroeden, nou word ik wel heel Nederlands, dan dat we zouden kunnen verwachten op basis van de allersnelste groepsnelheid. Hè? Dus, want ja, dit is een golf, hè? Net als alle golven, lichtgolven, geluidsgolven, is er een typische voortplantingssnelheid, dat noemen we de groepsnelheid, waarin golven zich kunnen voortplanten. Ja, en normaal gesproken is het zo dat je niet sneller kan dan de snelste groepsnelheid. En ja, die snelste groepsnelheid, dat is deze gestippelde lijn. En wat wij vinden is dat juist bij die hele kleine afstanden gaat het sneller. En daarom noemen we dat supermagnonisch. Net als wat we kennen wel supersonisch, zeg maar als een straaljager door de geluidsbarrière vliegt. Hè, dan hebben we een object dat in lucht zich voortplant. Maar ja, die straaljager gaat sneller dan het geluid in lucht. Hè, dus sneller dan die 340 meter per seconde. En dan krijg je zo'n enorme schokgolf. En wat wij hier doen eigenlijk, is we exciteren een speciaal soort quasi-deeltje of zo in dit systeem. In ieder geval, we veranderen die exchange-interactie. En daardoor exciteren we correlaties. En die planten zich sneller voort dan de allersnelste snelheid en wel 40% hoger. Dus ja, dat vonden we natuurlijk ontzettend spannend, want ja, we waren eigenlijk gewoon aan het zoeken van ja, hoe werkt het nou eigenlijk? En kunnen we dat op die lengteschaal doen? En nou ontdekken we dat het op die lengteschaal nog sneller gaat dan dat we ooit hadden kunnen dromen. Ja, dan willen we natuurlijk ook snappen waarom is dat is. Oh ja, nog even iets zeggen, ik moet natuurlijk wel ook getallen geven. Dit is typisch 20 km per seconde in een materiaal, hè, dus veel sneller als die 340 km per seconde. En voor typische waarden, zeg maar, die je hebt voor 2D-magneten. Het kan ook nog hoger, want dit schaalt gewoon simpelweg met exchange-interactie. Hoe hoger die exchange-interactie, hoe sneller die voortplanting. En wij konden ook snappen, en dat was het werk ook weer van die masterstudent, waarom dit werkte, van Martijn. En die ging kijken naar een exact oplosbaar model van die. He, eigenlijk een exacte limiet waarin je dat 2D-Heisenberg-model bijna analytisch kan oplossen. En waar je toch het effect wel van interactie tussen die spingolven, die magnonen, hebt. En dan, toen vonden we dat we, en in dat model, dat was aardig, daar kon je ook die interactiesterkte instellen. En dan zag je dat het typisch echt dat effect schaalde, he, dus dat supermagnonische effect, dat schaalt met de sterkte van de interactie tussen de golven, waardoor we konden concluderen dat eigenlijk, ja, die 2D-magneten die we eigenlijk nooit goed konden begrijpen, ja, die zijn speciaal, want die hebben uitzonderlijk sterke interacties tussen de magneetgolven. Dus ja, hier hebben we een ander voorbeeld waarin je ziet van, hé, ja, als je gewoon gaat kijken van hoe komen we nou dichter bij die grenzen die de natuurwetten ons geven, dat we dan automatisch eigenlijk op nieuwe fysica komen en dat we dus ook nieuwe mogelijkheden hebben om de computer van de toekomst veel sneller en zuiniger te maken. Even kijken, hoe zit het met de vragen? Ja, ik heb een vraag over het skirmion gedeelte, als ik dat goed uitspreek. Ja. Ik doe mezelf even skirmion, een beeld erbij. Ja. Oké, ik ga hem voorlezen. Van Sjoerd. Als de benodigde energie om een skirmion te annihileren
zo hoog is dat het niet gebeurt. Hoe verklaar je dan dat het in de fluctuerende topologische fase zo is dat skirmions komen en annihileren? Komt dit door een skirmion-skirmion interactie? Hopelijk snap jij hem wel. Ah, wauw, wat een leuke vraag. Ja, fijn. Laten we eens even teruggaan wat daar gebeurt. Dus, even kijken. Hier. He, dus als wij in zo'n ferromagnetische fase zitten, he, dus eigenlijk is dit fasediagram is natuurlijk, geeft alleen maar de evenwichtsfase met de laagste energie aan. Maar als wij in die ferromagnetische fase zitten, dan kost het heel veel energie. Eigenlijk van de orde van de exchange-energie om zo'n skirmion te maken. Want waarom is dat de exchange-energie? Want eigenlijk, ja, je, aan de buitenkant wijzen ze allemaal omhoog. In het midden wijzen ze omlaag. Dus je moet eigenlijk die spin helemaal omdraaien. Dus daar heb je ontzettend hoge energie voor nodig. Maar in die fluctuatiefase, dat is het bijzondere, daar komen die skirmions en daar gaan ze. Dus dat betekent, het is niet zozeer dat er interactie tussen de skirmions is. Het is zo dat in die tussenfase is de barrière voor het vormen van skirmions gewoon heel laag. Dus de skirmion is daar ook helemaal geen goed behouden getal. Dus je kan dit eigenlijk beschrijven als een soort van kanoniek ensemble, waar voortdurend deeltjes inkomen en weggaan. Dus skirmions komen, skirmions gaan, skirmions komen, skirmions gaan. En dat heeft te maken, denk ik eerder, met een entropisch effect. Daarmee bedoel ik dus dat het meer met dat het schaalt met de temperatuur. Dus de fluctuaties zijn hier al heel hoog, maar het is een systeem dat toch wel skirmions kan hebben. En omdat de fluctuaties zo hoog zijn, vergeleken met die barrière, heb je hier voortdurend dat de skirmions komen en gaan. Ik denk niet dat het heel vaak gebeurt, hè, dus... het grappige is dat die skirmions, en die rode, dat zijn skirmions, die hebben eigenlijk zeg maar topologische lading plus 1, deze hebben topologische lading min 1, die worden altijd in paren gevormd, maar het is bijna nooit zo dat ze zeg maar bij elkaar annihileren, dus dat het door de interactie van die skirmions komt dat ze weggaan. Het is zo dat in deze fase juist die skirmions zelf heel instabiel zijn en dat ze van zichzelf weggaan. Oké, dankjewel. Hopelijk is het... duidelijker zo. Ik hoop het ook, en anders horen we het vast van Sjoerd. Manuel heeft nog een opmerking. Ja. Die zegt, ik vind het spannend om op basis van zo'n eenvoudig begin al zulke conclusies te trekken met getallen erbij. Ja. Wat is het? Even kijken. Of ik de vraag snap. Jij vindt het spannend. Of je bedoelt Manuel. Manuel. Manuel, dat het een beetje te brutaal is, of dat het misschien niet mogelijk is? Het zou kunnen, we horen het zo van hem als hij daar een antwoord op zou willen geven. Dat waren in ieder geval de vragen voor nu. Ja, ja. Nee, dus kijk, wat mij inspireert is de uit te volgen van ja, hoe kom ik bij die... Hè, dus we hebben maar hele basale wetten en die bepalen gewoon wat er mogelijk is. Hè, dus kwantummechanica en thermodynamica. En ja, deze afschatting laat zien dat ja, als je dat zuiniger en sneller wil maken, ja, dan zal je die twee moeten combineren. Of het nou mogelijk is om daadwerkelijk bij die limiet helemaal uit te komen. Ja, als ik dat zou claimen, dan zou het een beetje spannend worden. Of dat echt lukt. Kijk, de natuurwetten staan het wel toe. He, dus het is niet verboden. He, dus... ja, ik denk dat het niet zo... misschien helpt het om hier naar de geschiedenis te kijken. Eigenlijk zit je in een beetje een situatie waarin je ook kan denken aan... ik noemde die kernenergie. Hè. Kijk, in principe kwamen mensen op een gegeven moment erachter... Oh ja, wacht eens even. Daar zit ontzettend veel energie in die atoomkernen. Als we dat zouden gaan gebruiken om een bom te maken... of als we dat zouden gaan gebruiken om energie op te wekken. Dat moet kunnen. En net zo kun je in principe een fusiereactor maken. Het is wel heel moeilijk en het is ontzettend uitdagend, maar het is niet onmogelijk. Dus als je ooit zo'n, dat is eigenlijk wat ik probeer naar voren te brengen, als we ooit zo'n computer willen maken, ja, dat kan wel en dan moeten we die richting op. Dat is wat ik probeer over te vertellen. Ik denk dat dat antwoord is op de vraag, want hij specificeerde inderdaad van, durf je dan dit te stellen of hoe zie je dat dan? Maar dat is dus inderdaad het antwoord wat je net gaf. Ja, ja. Oké.
We zitten op bijna 8:30. Was er nog iets wat je... Er is nog iets meer, ja. Ik kan nog heel iets vertellen. Nog één poll, maar dan ben ik heel snel klaar. Even mooi. Nou, ga je gang. Als mensen er nog bij blijven tenminste. Ik hoop niet dat iedereen wegloopt. Voorlopig nog niet. Oké, heel goed. Nou, ik heb jullie iets verteld over schakelen, hè? Dus dat is eigenlijk geheugen, over transport. En ook gebruikt dat je neurale netwerk hebt. En je kunt je natuurlijk ook afvragen, ja, moeten we niet eigenlijk het hele ontwerp van zo'n computerchip opnieuw maken? Hè, want als je de supercomputer, hè, dus die hier links staat, die heeft 2 tot 3 gigahertz, hè, de allergrootste daarvan, hè, dat staat ook in enorme hallen, maar het energieverbruik daarvan, dus nou niet de vermogensdichtheid, maar het totale vermogen, is 10 megawatt, of als je de beste IBM-computer neemt, nu 15 megawatt. En de hersenen, ja, die kan sommige dingen met maar 10 watt, hè, bijvoorbeeld patroonherkenning, dat kunnen we met onze hersenen heel goed, maar dat kan een klassieke computer heel slecht. En dat komt omdat in zo'n... Dat heeft met architectuur te maken, namelijk hier in deze computers ben je voortdurend bezig, hè, dus herinner je die Turingmachine, heel tijd wordt de data heen en weer getransporteerd. Dus dat is gescheiden. En dat betekent ook dat je eigenlijk alles naar elkaar moet doen. En je kunt wel iets winnen door multicore processoren te maken, maar dat is ook een eindige hoeveelheid die je parallel kan doen. En daarentegen werken de hersenen juist geïntegreerd. Bij elke processor in de buurt is wel geheugen wat die kan gebruiken en wat daar blijft en dat die eigenlijk een soort van in het geheugenberekening kan doen. Dus een hele natuurlijke vraag is kunnen we dat ook niet gebruiken? En één trigger voor jullie is van ja, stel dat we dat zouden doen, hoeveel zuiniger kan het dan eigenlijk? Hoeveel energie-efficiënter kan ons brein zelfs nog worden? Hè? Ik laat wel zien dat het zuiniger is als een supercomputer, maar hoe zuinig is die eigenlijk zelf? En dan gaan we eventjes weer naar zo'n poll toe, kijken of die werkt. Ja, en hoeveel energie... Oh, kijk eens, dan gaan we heel snel. 1 miljard keer efficiënter, kijk eens. Ja, dat komt er alleen binnen. Keer. Ik denk dat je zo nog even heen en weer moest switchen tussen slides om de rest binnen te laten komen. Oh, kijk eens. Oh, dat gaat met wisselen. Dan gaat het heel snel. Oh, kijk eens. Dat is een behoorlijk gelijk spel. 5. Kijken of er nog meer komt. 16. Nou, er is een meerderheid voor 1 miljoen keer efficiënt. Ik vind jullie wel behoorlijk ambitieus. Laten we eens even kijken wat er eigenlijk uitkomt. Hè, dus dit is weer zo'n... wacht even. Nee, ik wil terug naar deze. Ja, nou, het aantal synapsen in ons brein is enorm. Veel meer dan het aantal neuronen. Dus laten we het even simpel maken. Kijk alleen naar de synapsen. Dat zijn er 100 biljoen. Als die allemaal op de Landauerlimiet zouden werken met de kloksnelheid van onze hersenen, 10 hertz, dan kom je op een vermogen uit van maar 3 microwatt. Dus inderdaad, we kunnen ongeveer nog 1 miljoen keer efficiënter als we alles op de Landauerlimiet zouden doen. Dus het goede antwoord is 1 miljoen keer. Dus enorm. Dus er is inderdaad enorm veel potentie om dat te doen. En de industrie ziet dat ook wel. Hè? Dus hier zijn 2 voorbeelden van wat IBM doet en wat Intel doet. Die gebruiken enorm veel processoren om transistoren, om neuronen en synapsen te maken. En dan winnen ze al gauw een factor 1000. Vergeleken met die standaardcomputer. Nog niet de factor miljoen en nog niet de factor miljoen keer miljoen. Wat in principe mogelijk is. Maar je kunt toch al veel efficiënte berekeningen doen. En je ziet wel, ja, dit inderdaad eist wel heel veel transistoren. En bovendien, en dat is wel belangrijk, het programmeren, of eigenlijk gezegd het leren van zo'n kunstmatig neuraal netwerk is heel duur. Eigenlijk 120 picojoule per synapse is wat Intel presenteert. Nou, een simpele stap is natuurlijk, en daar zal ik heel kort wel laten zien wat we daarvan hebben gedaan, is om daar die magnetisme voor te gebruiken. Ik zal hier de details niet van uitleggen, maar belangrijk is dat je de gewichten, hè, dus de magnetisatie, geleidelijk kan aanpassen. Dus dat kun je gebruiken om een synaps te maken die zich geleidelijk aanpast, afhankelijk aan wat je daarvan wil. En dat geleidelijk kun je doen met de polariteit van je laserpuls. En dat dit ook echt werkt, zie je hier. Hè, dus hier hebben we dat gedaan. Er worden 2 kleine gebiedjes. Dit is weer micrometer groot, want dit gaat met licht. En inderdaad, als je met rechtshandig gesecureerd gepolariseerd licht, dan maak je de magnetisatie steeds groter en hier maak je hem steeds kleiner. Dat betekent dat wij optomagnetische synapsen kunnen maken, puur en alleen met laserpulsen. En hier zie je onmiddellijk weer dat wij al hebben dat de absorptie van één zo'n laserpuls is maar 65 picojoule.
dit is weliswaar voor 1 micrometer, maar oké, voor deze grootte, zeg maar, waar de computers in de jaren 90 waren, met de grootte van een haar, hebben wij nu al energie-efficiënter veranderen van synapsen dan de beste computers die er zijn. Oké, dat brengt me bij het einde van de lezing. Ik zal hier een andere keer over vertellen. Basis is, het energieverbruik van de bestaande computers is echt enorm. En we kunnen in principe heel veel energie besparen door te zoeken naar de grenzen van de natuurkunde, hè, dus die de natuurwetten ons voorschrijven, en die nieuwe of alternatieve architecturen, hè, dus dan kwam aan het eind heel even terug, de breingeïnspireerde architecturen. En de ultrasnelle controle van magnetisme met licht heeft enorm veel potentie, maar om dat echt snel en klein en energie-efficiënt te krijgen, dat is een enorme uitdaging. En als we ooit een computer willen bouwen die bijna geen, of in ieder geval heel veel minder energie verbruikt dan die we nu hebben, dan kunnen we niet anders doen, dat zien we, en daar heb ik de voorbeelden van laten zien hier, dat fundamenteel onderzoek de sleutel is om dat ooit mogelijk te maken. Dankjewel. Oh, wacht even, ik vergeet natuurlijk één heel belangrijk ding. Veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt. Heel veel mensen van Radboud Universiteit, dus alle mensen bij Skirmions, een enorme samenwerking. En natuurlijk Radboud Universiteit zelf, Bits & Brains initiatief wil ik hier noemen, wat ons eigenlijk op het spoor heeft gebracht. Heel veel mensen bij ons in Nijmegen werken nu in de richting van, hey, hoe kunnen we computers zuiniger maken en welk fundamenteel onderzoek is daarvoor nodig. En natuurlijk funding van NWO. Ook Shell vindt dit interessant, die heeft een subsidie aan mij gegeven. En Surf, waar ik zelf ook berekening op doe. Dankjewel Johan. Is meteen een vraag die denk ik hier mooi bij aansluit van Sjoerd. Kun je in dit vakgebied goed samenwerken met industrie of houden die juist veel geheim vanwege economische belangen? Nee, toevallig, dat is leuk dat je dat vraagt. Nee, toevallig hebben we net een subsidie gekregen, weliswaar eigenlijk een soort van seed money noemen we dat wel. Het is nog maar een kleine subsidie, maar om veel meer te gaan doen en dat is in samenwerking onder andere met IBM. Om eigenlijk te kijken, daar heb ik helemaal niks over verteld tot nu toe, maar als ik een berekening bij Surf doe, ja, dan gebruik ik eigenlijk ontzettend veel energie. En ja, die berekening wil ik toch doen, want zelfs met die kunstmatige neurale netwerken om die magneten door te rekenen, ja, heb ik een grote computer nodig. Maar het zou natuurlijk ook wel aardig zijn als ik zelf ook een beetje energiezuinig te werk ga. Dus een van de vragen die, en wat gaan we uitwerken, eigenlijk om gewoon kwantitatief te maken, wat nou als ik een deel van mijn berekeningen, zeg maar, outsource naar bijvoorbeeld zo'n True North chip of zo'n Louis chip. Dat is, en dat vindt de industrie wel heel leuk, want dat is voor ons leuk, want ja, dan kun je leren hoe nieuwe computers werken. Een beetje net zoals mensen op quantumcomputers wel eens een beetje hobbyberekeningen doen. Zo kunnen wij eigenlijk leren van ja, net zoals een grafische co-processor, zo'n neuromorphic co-processor beschikbaar komt voor computationele natuurkunde, of breder nog computational science, ja, dan zal dat ook een versnelling brengen van eigenlijk het toepassen van die neuromorphic chips. Dus ook met de huidige technologie is het al interessant om samen te werken met de industrie. En ja, de industrie die ziet ook heel duidelijk de potentie. Dus het is niet alleen IBM die dat doet, ook Intel en bijvoorbeeld bedrijven als Thales die doen dat ook. En juist is dat ook heel interessant voor semi-overheid zoals Surf. Die denken nu al na, dus die zijn ook betrokken bij dat project. Van ja, als ik inderdaad over 5 jaar, dus nu hebben ze net aangekondigd, we gaan de Cartesius op laten volgen door Snellius. Dat is een leuke Nederlandse naam. Snellius was heel bekend uit de geometrische optica. Maar zo heet die nieuwe supercomputer. Maar ja, als we er over 5 jaar nog een willen bouwen, ja, dan zal er toch, dan moeten we op een of andere manier een hele grote energiecentrale nazetten. Nou ja, Surf zit in Amsterdam, daar is niet zo heel veel ruimte voor zo'n energiecentrale. Dus dat is lastig. Dus die zitten er echt te kijken van, ja, kunnen we iets is dat een van de opties die we kunnen beschouwen om, ja, niet waar ik over praat, dat is zeg maar voor over 20, 30 jaar, om dan de computer van de toekomst ons voor te stellen. Maar kunnen we op kortere termijn al iets doen met die huidige neuromorphic chips? Dus dat is wat we zeker proberen met de industrie. Leuk, er komt meteen een vraag daarover binnen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van die neuroachtige CPU's? De cijfers waren al wat ouder, dus ik ben benieuwd hoe hard dit gaat. Als je de antwoord op kan geven. Op dit moment is het eigenlijk, het is bijna commercieel. Die cijfers zijn inderdaad een beetje wat verouderd.
IBM heeft een betere processor gemaakt inmiddels. Die werkt op een heel ander principe als die True North. En de getallen heb ik daar niet van bij hand, maar waarvan ik onder de indruk was, dus dat is eigenlijk een ander concept, gewoon eigenlijk eenvoudiger, dat je zegt, oké, zo'n neuraal netwerk doet niks anders dan gewoon een matrix-vectormultiplicatie. En dat doe je normaal op GPU's, maar zo'n neuromorphic chip zou dat veel zuiniger kunnen als je daar gebruik maakt van die in-memory computing. Dus eigenlijk als je, wat we noemen die van Neumann bottleneck oplossen, dus dat hele heen en weer sturen van die data als je dat weghaalt. En de roadmap, dat kan ik wel vertellen, en dat, die ze daar zelf voor hebben, is dat ze ieder jaar een factor 1,5 willen winnen in energieefficiëntie. Dat is flink. Dankjewel. Ik zie op dit moment geen vragen, dus mocht iemand een vraag hebben, kun je hem nu stellen. En anders gaan we zo afronden. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken, Johan, dat je dit wilde doen. Dankjewel voor dit leuke en enthousiaste verhaal. Graag gedaan. En kijkers, bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie er weer waren. Ik wil jullie graag opwijzen dat we op 15 april weer een alumni-lezing op de planning hebben staan. En dan is het Annelies Veraert die komt vertellen over micro-organismen. En dan gaat ze voornamelijk in op ecologische zuivering, veerkracht en klimaat. Dus mocht je dat leuk vinden, meld je aan. Alle informatie vind je op ru.nl/fnwi/alumni. Er komt nog een op de valreep een vraag binnen, Johan. Heb je nog tijd? Ja hoor. Ja. Mooi, hij is van Manuel. Hij zegt, wauw, wat voor computers hebben we dan over 5 jaar? Neuromorphic? Ja, dat zou kunnen. Ja, die industrie is inderdaad... Dus kijk, deze computers... even kijken. Is een beetje... Hè, dus je moet je realiseren, in de huidige... dus Apple gebruikt al neuromorphic engines. Hè, en ook AlphaGo gebruikt neuromorphische architecturen... Op dit moment al, dus Google AlphaGo is eigenlijk op grote schaal. Hè, dus die Go-speler die wordt verslagen met dat soort Tensor Processing Units, zo heten ze. Apple heeft dat eigenlijk op dit moment als eerste fabrikant naar de consumer market gebracht. En ja, dat zijn co-processoren die bestaan al. En ik verwacht dat dat alleen maar meer zal worden. Dus ik verwacht een soort van heel heterogeen landschap, waar een deel een soort van de oude CPU blijft. Maar waar net als dat er vaak een GPU bijeenkomt, ook meer en meer zo'n neuromorphic processor bijeenkomt. Nou, wat gaaf. We wachten het af. Nou, dan gaan we hem afsluiten voor vanavond. Heel erg bedankt en een hele fijne avond toegewenst. Ja, en nogmaals bedankt, Johan. Bedankt voor de vragen. Dankjewel.